iedereen die positie terug en dan kan het weer gaan. ADO werd vorige week na 3-3 gelijkspel tegen Heracles door de trainer van de tegenstander Peter Bos genoemd als een van de beste ploegen van de Eredivisie. Enig minpuntje zou de spits kunnen zijn. Rydell Poupon scoorde slechts 1 keer dit seizoen. Poupon kan scoren en doet dat. Zijn eerste voor ADO. En dus is er kritiek. Natuurlijk gaat het wel spits zijn om goals, alleen je moet ook de ballen krijgen om ze te scoren. Je moet eerlijk zijn, ik ben geen Messi of Cristiano Ronaldo of zo die vanaf de middenlijn de ballen kunt pakken. En diezelfde Rydell Poupon kan tegen NEC vanavond zijn 50e doelpunt uit zijn carrière scoren. Maar is dat reëel? Poupon moet dan kunnen profiteren. Passweer doet dat keurig. Poupon achter zijn standbeen langs, komt er met een gelukje langs en poeiert hem dan. Wow, hard zat was hij in ieder geval. Als spits zijn wil je natuurlijk heel veel goals maken. En ik denk als je je 50ste maakt, dan is dat een mooie mijlpaal. Zijn eerste doelpunt scoorde de spits in het seizoen 2007-2008 toen hij speelde voor Willem II. Met Willem II tegen FC Utrecht volgens mij. En volgens mij was het een inworp of een voorzet. Ik kan me het niet herinneren, maar ik kopte hem bij de tweede paal in. Maar Poupon blijft vertrouwen houden en blijft erin geloven. En als die 50ste komt, dan kunnen we dit verwachten in de camera.